genius. Een spel dat het brein tot in iedere verborgen cel uitdaagt. 10 spelers zijn begonnen aan dit avontuur. Jasper, Nizar en Rick waren niet opgewassen tegen de mind games van de creator en hebben het spel verlaten. Nog 7 spelers zijn over. Zij zien vandaag een nieuwe uitdaging tegemoet in het domein van de creator. Iedere aflevering test deze Game Wizard de spelers met zijn strategische spellen. De main match en het eliminatiespel, de death match. Wie blijft hier het langst overeind en kroont zich uiteindelijk tot de genius? In de vorige aflevering tonen de spelers hun talenten in een pittige main match. De main match is... Catch me if you can. Hallo? Jij bent de dief. Oké, bedankt. Dief Anamaya plunderde erop los. En Rick voelde zich in de steek gelaten door Thomas. Hey, je hebt me genaaid. Thomas had een dubbele agenda, waarmee hij zich uitstekend redde. Hij won de main match en had er geen cent, G-coin voor over om Rick in de deathmatch te helpen. 1 muntje. 5 alsjeblieft. Oh, wat erg. Je hebt er geen 1 gekregen. Rick delfde het onderspit tegen Roxanne, die haar zaakjes uitstekend voor elkaar had. Ik heb gewoon gewonnen. Is klaar. Een hug kon hij nog krijgen. En dat was het voor Rick. Wat gaat er vandaag gebeuren? Wie raakt er verstrikt en wie handhaaft zich in het strategische web van de genius? Ja, Rick eruit. Ja, jeetje. Ja, het was weer een interessante aflevering. Hij heeft dat wel weer, in hoeverre we Rick kennen, op een typische Rick-manier afgerond. Ja. Vandaag wil ik het extra graag winnen, omdat ik natuurlijk alweer best gevorderd ben nu in het spel. Ik probeer me een beetje rustig te houden. Dat is mijn tactiek, maar of dat gaat lukken, weet ik niet. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Ik ben benieuwd welke jongen we vandaag gaan wegsturen. Ja, inderdaad. Waarom zou het een jongen zijn? Ja, dat is het patroon, dat is toch duidelijk. Moeten we even lezen. Statistisch gezien. We hebben weer nieuwe spellen die op ons afkomen. Ik ben heel benieuwd wat dit keer gaat zijn. Ik heb een heel lekker gevoel. Ik heb nou 2 keer gewonnen. 1 keer een eliminatieronde, maar die heb ik dan ook weer gewonnen. Dus ik heb best wel vertrouwen op dit moment. Let op, we kijken nog even naar de G-coin-stand. Roxanne zit op maar liefst 11 G-coins die ze kan gebruiken om te handelen. Feride heeft er maar 1 om zich zo nodig uit de brand te helpen. Nou, ik ben benieuwd wat voor spel we gaan spelen ook. Ja. Ja. Hoe groot is jullie inzicht? Houden mijn spellen hun geheimen voor jullie verborgen? Zie je meer dan de speler die naast je staat? Nou, we beginnen met de main match van deze aflevering. Hidden Formula. Let goed op. Je krijgt een set van 20 kaarten als basis. Een mix van getallen en symbolen. Hiermee maak je een wiskundige formule met de hoogst mogelijke uitkomst. Met deze kaarten wordt bij de dealer het formulebord ingevuld. Er is ruimte voor slechts 10 kaarten vanaf het is gelijk aan symbool. De dealer schudt de kaarten. Als je wilt, mag je de kaarten nog maximaal 2 keer laten herschudden. Vervolgens begint de dealer ze te plaatsen vanaf het is gelijk aan symbool. De speler kan kiezen uit 2 mogelijkheden. Openen of passen. Als je opent, zal de kaart getoond worden en onderdeel uitmaken van de formule. Als je past, legt de dealer de kaart opzij. Als er 10 kaarten zijn omgedraaid, gaan we naar de volgende stap. Als 2 of meer symbolen of getallen na elkaar zijn omgedraaid, telt alleen de meest linkse van het rijtje. Als de kaart uiterst rechts in de formule een symbool is, is deze ongeldig. De formule moet altijd met een getal eindigen. Als de kaart uiterst links in de formule een symbool is, komt daar een 0 voor te staan. De speler met de hoogste uitkomst wint. De speler met de laagste uitkomst is de verliezer en wordt de eliminatiekandidaat. De winnaar van Hidden Formula krijgt 3 G-coins en 2 Rings of Life.
Daarmee heb je immuniteit voor het eliminatiespel. De deathmatch. Degene die als tweede eindigt, krijgt 1 G-coin als beloning. Je krijgt nu je set kaarten. En Thomas en Anamaya, wees niet bevreesd. Er is licht in de duisternis. Met andere woorden, jullie zijn dan sowieso niet de verliezer dan? Toen dacht ik al, hebben zij nu direct een voorsprong? Komt omdat zij gisteren een zwarte envelop hebben gekregen natuurlijk. En daar zit waarschijnlijk iets in wat ze beschermt. De zwarte enveloppen. Heb je ze opgemerkt? De winnaars van de main match kregen ze. Thomas en Fabian in aflevering 1. Fabian in aflevering 2. En Thomas en Anamaya in aflevering 3. In de enveloppen vonden ze hints naar de Ring of Immortality. Een machtige ring die verborgen is in het domein van de Creator. Hij kan je bescherming bieden voor deelname aan de deathmatch. Hij kan in 1 aflevering ingezet worden en je leven redden in de Genius. Thomas en Anamaya kregen zo in de vorige aflevering de hint dat de Creator vandaag een boodschap voor hen zou uitspreken. En die boodschap is... Thomas en Anamaya, wees niet bevreesd. Er is licht in de duisternis. Ik wil heel graag weten wat erin zit, want ik ben heel erg nieuwsgierig. Maar niemand vertelt het me. Jullie krijgen nu een basisset met kaarten. Deze kun je later uitbreiden met extra sets om uit te komen op een betere formule. Nog even kort. Hoe speel je Hidden Formula? Stel een set kaarten samen met symbolen en cijfers. Bij het plaatsen van een kaart kun je hem laten openen. Dan wordt hij onderdeel van je formule. Of je past en dan wordt de kaart verwijderd. Als er 10 kaarten open liggen, wordt er gekeken of er cijfers en symbolen naast elkaar liggen. Alleen de linkercijfers en symbolen blijven liggen. Als er helemaal links een symbool ligt, wordt er een 0 voorgezet. Een symbool vlak voor het is-teken wordt verwijderd. De speler met het hoogste resultaat, die wint. Ik dacht, fijn, weer een tactisch spel. In ieder geval iets wat je echt goed kan bedenken. En volgens mij iets waar ik waarschijnlijk beter in ben dan de rest. Ik zou het wel heel aardig vinden als ik ook 1 coin krijg. Oh maar mijn dat is god. Het is ook nooit genoeg. Voor Thomas en Anamaya is er licht in de duisternis. Ze denken eraan om dat licht te delen met Fabian. Hij heeft eerder ook een envelop ontvangen en misschien info die van pas kan komen. Ik heb in mijn envelop begrepen, hoe zeg ik dat cryptisch, dat er ergens iets te vinden waar je iets aan hebt. Ja. En met een hint waar dat zou kunnen zijn. Ja. Ja. Heb jij dat ook? Ja. Ik wil, voordat ik überhaupt wil gaan rondkijken wat waar dan ook zou zijn, wil ik wel voorbereiden op het spel eerst. Ja. Dus ik denk dat ik dat eerst ga doen. Dat ga ik in het begin individueel doen. Ik weet niet hoe jullie dat van plan zijn. Want dan kan ik gewoon helderder denken. Ja. Ik moet dit niet door elkaar gaan halen. Als ik nu moet gaan nadenken over wat de creator heeft gezegd, over de hints, als ik nu moet gaan nadenken over die enveloppen, dan kan ik mijn spel niet meer spelen. Ik wil echt op die main game focus. Die enveloppen komen wel. In de kas wordt er druk geanalyseerd. Noeska vraagt zich bijvoorbeeld af... met hoeveel personen je zou willen gaan samenwerken. Ja, ik weet niet. Je staat wel veel op het spel om al je goede kaarten weg te geven aan iemand. Ja, klopt, ja. Ik ga hem openmaken. Oh, oh, het begint al meteen goed. Oh, ja. Mijn eerste gedachte zegt... alle minnetjes sowieso eruit. Minnetjes eruit. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Met extra kaarten ook. Die kun je aanschaffen om uit te komen op een betere formule. Er zijn 3 soorten extra sets. Ze kosten 1, 2 of 3 G-coins. Ze bestaan allemaal uit 20 kaarten. Hoe duurder de set, des te waardevoller deze is. Feride gaat kaarten kopen met 3 G-coins die ze nog van Roxanne te goed had. Ik weet precies hoe ik het moet spelen. Ik heb daar wel een klein beetje geluk bij nodig. Dus we gaan zien of ik, dat ga krijgen. Ik wil deze set kopen. Heeft u voor mij 3 G-coins? Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Er worden door meerdere spelers extra kaarten gekocht. Roxanne koopt een rode set kaarten voor 2 G-coins. En heeft een plan waarin ze Feride wil betrekken. Feride, we kunnen samenwerken als je wil. Hoeft niet, maar... Want
Ik heb rood gedaan. Wat heb je? Welke kaart was dat? Rood? De middelste. Maar het gaat vooral omdat je dus dan... Ja. Kan je dus dat helemaal gaan mixen. Ja. Was ik al aan het doen met de twee. Dus dan kan ik, met blauw en zwart, zeg maar. Met blauw en zwart was ik dat aan het doen. Nee, je kan het ook met rood doen nu. Ja, top. Alleen ik heb eventjes nodig om even een goede strategie te bepalen. En dan gaan we ruilen. Is goed. Even kijken. Thomas heeft een blauw setje kaarten gekocht. En combineert deze met het zwarte basissetje dat hij bij de start van het spel heeft gekregen. Als ik het zo kan krijgen, alle tekens blauw zouden zijn. En alle... Ja, dat kan. Oké, dus dit is wel echt een goed setje. Want hier zitten alleen maar hoge kaarten. 8, 9 en zelfs 1, 10. En er zitten meer vermenigvuldigingstekens en een paar plussen extra. Dus nu kan ik gaan schuiven. Oké, alle lage kaarten doe ik weg. Alle vermenigvuldigingstekens hou ik, de plusjes hou ik. Gedeeld door tekens en de minnen doe ik ook weer weg. Daar heb je helemaal niks aan, dan wordt de uitkomst minder van. Dus ja, volgens mij kan ik hier wel wat mee. Wat wij gaan doen, ja, is... Ik pak de keertjes en de plusjes. Jij pakt mijn keertjes en de plusjes van een andere kleur. Dan weet je dat als je dit trekt, dat je geen cijfer trekt. Precies. Snap je? Ja, precies. Dat gaan we doen. Dat dacht ik ook al, ja. Oké, doen we dat. Fabian heeft het allemaal eens even bekeken. En wil spijkers met koppen slaan. Met zijn buddy Thomas. Roxanne en Farida hebben al 5 munten besteed. Mm-hmm. Dat betekent dat je niet minder dan dat kan besteden, anders verlies je van hen. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap hem. Ik wil nog heel even verder zelf dit uitdenken. Ik geloof wat hij zegt, maar nu ben ik echt op het punt dat ik mijn eigen spel ga spelen. Want ik weet dat ik heb mijn 3 munten ingezet. Ik heb de beste kaarten en die kaarten wil ik houden. Die cijfers wil ik houden. Ik heb een 10, ik heb een paar 9's, ik heb een paar 8's. En die zijn voor mij. Hou ze goed vast, Thomas. In de container deelt Anna Maya haar dilemma over het strooien met waardevolle G-coins voor extra kaarten. Is dat het waard? Dat is mijn punt. Dan investeer alleen om niet te verliezen, zeg maar. Mm-hmm. En het voelt alsof iedereen gaat investeren. Dus ja, dan ben je sowieso de sjaak als je dat niet doet. Ja. Nushka is net als Anna Maya in dubio. Tegen welke prijs moet je investeren? Ik denk dat je wel kunt overinvesteren in dit, snap je? Want precies. Op een gegeven moment heb je nog meer plussen en nog meer keren. Maar ja, wat heb je eraan? Nou, Rox en Farida hebben in ieder geval wel een voorsprong dat ze 3 verschillende kleuren hebben. Maar ze hebben ook echt heel veel geïnvesteerd daarvoor. Als jullie samen een blauw pakje kopen. Ik vind dat goed. Ja, dat is goed. Dat is goed. Oké. Okay. Hoi. Goeiedag. Ik wil een dure, alsjeblieft. Ja, dankjewel. 3. Dankjewel. Alsjeblieft. In alle hangouts wordt er druk gesleuteld aan het samenstellen van de setjes kaarten. Kunnen we die alvast ruilen? Meer heb je ook niet nodig. Je hebt minder zelfs nodig. Thomas stapt af van de gedachte dat hij deze main match in zijn uppie kan rooien. Setje gekocht? Nee, nog niet. Nee. Nog niet? Nee. Oké. Als je het alleen doet met deze stapel, wordt het een gok. Ja, dat weet ik. Met jouw stapel doe ik nog meer. Ja. Dus het is slim als er nog een setje komt. Ja. En dan moet samenwerken. Ja. Spelers, jullie hebben nu tijd om de Hidden Formula te oefenen. Neem die tijd. Oh, oefenen. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, ik ben oefenen. Mag ik oefenen? In de controlekamer verdelen Thomas en Fabian de buit. Even voor die verdeling. Van, ik heb hier 10 blauwe kaarten. Ja. Stel, ik zou voor blauw gaan, wat ik als getallen doe. Dan moet ik zwarte en rode vermenigvuldigingstekens hebben. Ja. Jij andersom, zeg maar. Ja. Fabian, die heb ik wel degelijk nodig. Want je komt niet uit als je maar 2 kleuren hebt. Je hebt 3 kleuren nodig. Want al mijn nummers, mijn cijfers, kan ik 1 kleur doen. 10 stuks. Maar ik wil 10 stuks tekens hebben. Zoveel mogelijk vermenigvuldigingstekens en plusjes. En die komen niet uit 1 setje, die komen uit 2 setjes. Dus ik heb rode en blauwe kaarten nodig. Dus ik moet wel met Fabian samenwerken. Anna Maya oefent aan de speeltafel bij dealer Gina. Het gaat niet voorspoedig. Open.
The fuck. Ik heb al mijn plus eruit gehaald. Open. Ik ben zo heel triest. Hoezo? Ik heb alleen maar plussen. 6 plus 4 is 10. Dat is heel weinig. Oké. En die gaat er dan uit, ja? Die gaat eruit. Jeetje, die plussen zijn echt gaar. Maar oké, dan heb ik het onder de knie. Bedankt. Hoe kan het dat ik nou 4 keer een plus krijg? Dat is helemaal niet ideaal. Dus ik dacht, er moet wat veranderen. Dit is heel slecht. Want als dit echt voorkomt in het, voor het echi, dan heb ik een probleem. Eén van ons twee gaat een slechter hand krijgen. Vanwege de tekens op de kaart? Vanwege de tekens. Te weinig tekens. Je moet meer tekens hebben. Het moet toch, je moet 10 tekens hebben. Je moet 10 keer een x hebben, dan ga je ideaal zijn. Mm-hmm. Ja, ik denk nu dat ik een betere kans maak dan Fabian. Want ik heb de hogere kaarten. We hebben de vermenigvuldigingstekens ongeveer gelijk verdeeld. We hebben niet eens echt een deal afgesproken. Als Nelke aan het oefenen is, doet zich een situatie voor die je in het echt niet wil meemaken. Jezus, ik word zenuwachtig ineens. Oké. Okay. Open. Ja, oké. Okay. Dan weet ik hoe ik het moet doen. Door het vermenigvuldigingsteken op de eerste positie komt er een 0 voor te staan. Maar een 0 als start van je formule is levensgevaarlijk. Vooral als je perfect aan het spelen bent met allemaal vermenigvuldigingstekens tussen je cijfers. De 0 leidt in dat geval tot een uitkomst van 0. Bij Nelke ligt er een plusteken en eindigt haar oefenpotje daarom niet op 0, maar op... Uitkomst is 56. De gamezone is geopend voor het spelen van Hidden Formula. Succes! We gaan beginnen. Heb je al uitgerekend hoeveel je maximaal kan winnen? Kijk even mee. Met 5 tienen en 4 vermenigvuldigingstekens kun je 10 keer 10 keer 10 keer 10 keer 10, dus 100.000 op tafel leggen. Degene die dat voor elkaar krijgt is vandaag spekkoper. Plustekens zijn veel minder waardevol. En let op dat je de balans bewaart tussen de hoeveelheid cijfers en tekens. Je hebt ze beide even hard nodig. Succes. Ja, daar gaan we dan. Nelke is de eerste die haar kans waagt. Mijn tactiek was dat ik aan de blauwe kaarten herkende dat het een cijfer was. En zwart en rood, dat waren dan een plus of een keer. En toen de dealer mijn kaarten had geschud, kon ik direct zien dat het een beetje om en om lag. Dus dat was goed voor mij. Open of pas? Open. Nelke start ijzersterk. Open. Open. De plus is niet het sterkste teken en haalt de waarde van de 10 wat naar beneden. Open. Open of pas? Open. Vermenigvuldigen, daar heeft ze wat aan. Maar waarmee? Open. Een 7. Nou, niet slecht. Open. Ze gaat goed. Je weet, die vermenigvuldigingstekens kunnen goud waard zijn. Open. Dit is veelbelovend, maar als ze die 7 neemt, gaat de 9 weg en dat zou jammer zijn. Hier mogen nog 3 hier. 1, 2, 3. Toch? Open. Open. Open of pas? Pas. Pas. Open of pas? Open. Na een sterk middenstuk zadelt Nelke zich nu op met een minder plusteken. Open of pas? Dit is de laatste? Ja. Open. Oké. Okay. We zijn benieuwd naar de uitkomst. Voor we gaan rekenen, halen we eerst het rechterdubbele cijfer weg. Vermenigvuldigen gaat voor optellen. 7 keer 7 keer 9 is 441. Plus 10 is 451. Plus 9 is 460. Daar ben ik best wel blij mee. Thomas, Fabian en Anna Maya trekken zich nog snel even terug. Voordat een nieuwe winnaar vandaag een hint krijgt die roet in het eten gooit, storten ze zich op de quest naar de Ring of Immortality. Ik heb een idee en daar wil ik even gaan kijken. Ja, ik heb een door de hints die zijn gegeven, heb ik een idee. Thomas waagt zich richting het domein van de Creator, gevolgd door Anna Maya en een aarzelende Fabian. Hij heeft namelijk smetvrees.
zoeken in puinzooi is niet echt mijn ding. Is niet mijn sterkste kant. Vond ik ook niet heel fijn, maar ik dacht, ja, ik wil deze wedstrijd ook wel winnen. Het is een soort exposure-therapie voor mij. Mijn psychologisch trots, gok ik. Ik vind het best wel griezelig, want ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik had eerlijk gezegd dat ik van, oké, nu komt de creator tevoorschijn en dan krijg ik een hartaanval. Dus ik was daar oprecht bang voor. Het wordt ook steeds donkerder, dus ik dacht, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus het was heel erg eng. Hier is het absoluut licht in het donker. Oh mijn god, echt wel eng. Ik hoor wat. Hoor je dat? Hé, een zaklamp. Het wordt harder daar, toch? Hé, waar komt het nou vandaan? Wat is daar aan het eind? Met zo'n rood lampje. Oh mijn god, hou mij vast. Ja, nu ligt het. Kijk eens, het schaflichtje. En het zit een slotje op. Ze vinden een kistje. En daar zit één Ring of Immortality in. Eén. Je kan hem niet delen. Maar niemand heeft voldoende hints om het kistje alleen te openen. Dus moeten wij samenwerken? Ja. Heb jij een hint voor dit slotje? Weet niet zeker of Fabian die code heeft. Want hij heeft een hint in een envelop gehad die ik niet heb gehad. Hier staat hij op. Ja, in het midden en dan 0 en dan een 9. Tja, dit zijn de hints die de drie in hun bezit hebben. Maar krijgen ze hier het kistje mee open? Als in dat kistje inderdaad een Ring of Life zit, dan kun je daarmee dus sowieso een ronde overleven. Want die kun je aan jezelf geven op het moment dat je wordt geëlimineerd. Of die kun je aan iemand anders geven om iemand anders te redden. Dus daar kun je er heel veel macht mee kopen. Ja, we hebben het kistje dus nu gevonden. Maar we moeten het wel even ergens opbergen, zodat de rest geen idee heeft. Oké, waar gaan we hem neerleggen? We moeten nou naar de main match. Laten we overleggen in een container. Kun je daar verstoppen? Ik denk kunnen. Het wel. Ja, zijn er plekken? Ik denk dat niemand anders iets weet hiervan. Oké, dan gaan we daarheen. Behalve Nelke hebben inmiddels ook Nushka en Feride Hidden Formula gespeeld. Nushka staat laatste en Feride aan kop. Maar ze is niet blij met haar score. Ik ben helemaal niet blij met mijn uitslag. Want ik had een 10, een 9, 9, 9, 9, 9. En alleen die plusjes en die keertjes stonden op de verkeerde plek. Echt pech. Fabian, jouw beurt. Fabian vergeet voor even die Ring of Immortality. En focust zich op zijn kansen in deze main match. Het gaat om de verdeling tussen vermenigvuldigen en optellen. En de cijfers. En die waren best goed verspreid. Het was best wel om en om. Dus ik dacht, wow, eigenlijk best wel prima. Fabian heeft er alle vertrouwen in. Maar is hij blij met zo'n laag cijfer? Pas. Open. Pas. Ja. Fabian past de 8, maar ziet niet wat wij zien. Een mager 6. Open. 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 Ik dacht, plus, dat is niet goed. En zeker niet op die plek. De plus mag niet in het midden zitten. Dat is heel slecht. Tja, hoe brei je dit nog recht? Wat doen we met die 6? Open. Oh, nee. Oh, ja. Toch, open. Open? Ja, kan niet anders. Vermenigvuldigen, gelukkig. Dat is al beter. Oh, oké. Open. Kak. Hoe heb ik het gepast? 6 keer. 6 keer. Rekenen jullie mee? Nushka staat laatste met een score van 326. Doe maar open. Kan hij daar nog overheen? Yes. Oké. Doe maar open. Yes. Open. Dat is jammer, zeg. Ik gokte en toen werd de 8 weggespeeld en bleef een 3 staan. Dan denk ik, ja, balen. 102. Fabian moet op de blaren zitten.
en hopen dat er iemand nog dieper zakt. Annemaja? Schaakkampioene Annemaja met haar goed geoefende wiskundige brein moet hier haar slag kunnen slaan. Ik zag de kaarten op zo'n manier dat ik dacht van nee, dit is heel verkeerd voor mij. Want ik weet dat ik de blauwe moet vermijden. En alles was zo achter elkaar. Ik dacht, schud maar nog een keer. Het ziet er iets beter uit. Dat is een 4, Annemaja. Laat maar liggen. Open. Ach. Open. Open of pas? Open. Annemaja had een slechte opening. Maar ze leeft nog. Open. Open. Er breekt een lachje door. En vertrouwen. Pas. Pas. Open. Pas. Pas. Open. 3 keer achter elkaar vermenigvuldigen. Dan gaat het hard. Mijn generaal had ze allemaal plus, plus, plus. Ja. Open. Pas. 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 Die ook pas. Hoeveel kaart heb ik al gepast? 5. Ik was heel erg gelukkig dat er heel veel X'en kwamen. Maar uiteindelijk was ik heel erg bang dat ik niet zou uitkomen. Nu draait alles om het eindspel, Annemaja. Laat zien wat je in huis hebt. Oké, okay, pas. Pas. Die doen we open. Open. Oké. Okay. Pas. 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 Maar gelukkig kon ik 10 keer passen en dat kwam precies uit. Is open. Slecht. Het begint erom te spannen in Hidden Formula. Neemt Annemaja de kop over? Annemaja, de uitkomst is 1084. Jezus. Dankjewel. Jeetje. 1084, zo. Die staat dik op 1. En nog maar 2 spelers te gaan. Thomas, jij bent de volgende. Ik wil deze wel spelen. Oké. Okay. Open of pas? Open graag. Open graag. Open. God. Open graag. Jezus. Open. Oh my god. Tja, dit is wel heel zelfverzekerd. Open gaan. Wat is deze thrillerschrijver van plan? Oké, ik heb nou 3 vermenigvuldigingstekens naast elkaar liggen. Dit kan wel eens een heel goede score gaan worden. Nou, ik geloof. Maakt hij het nog spannend? Of weten we voor de laatste bladzijde al hoe dit afloopt? Pas. Pas. Met de kaarten die er nu liggen, zit hij al tegen de 1000. Open. Pas. Pas. Open. Open. Nou moet hij even uitkijken. Pas. Voor dat vermenigvuldigingsteken, weet je nog? Pas. Oh, wacht. Ik moet dan wel oppassen, want ik moet goed tellen. En ik heb nog maar 1 plekje over. En dat mag natuurlijk geen vermenigvuldigingsteken zijn. Want dan komt er een 0 voor te staan. Dus hier moet ik gewoon eindigen met een nummer. Pas. Strook ook even. Open.
Oké, dit gaat een lekkere score worden, dat zie ik nu. Tja, 6488 is inderdaad een hele lekkere score. Maar we weten dat het hoger kan. Slaagt Roxanne erin om hier bovenuit te komen? Nog een keer schudden, alsjeblieft. Ja, echt superleuk en heel fijn voor mij, zeg maar, dat meteen de kaarten die ik dus nodig heb helemaal aan de verkeerde kant eindigen. Dus ik denk, nou, lekker, nog een keer schudden, komt goed. Nog een keer schudden. Nee, nog één aan de verkeerde kant. Ik denk, nou, ik kan nog één keer schudden, komt het vast goed. Nou. Nou, nee hoor, het werd alleen maar erger. Kan ik nog één keer schudden? Nee. Open of pas? Pas. Open. Pas. Pas. Open. Open. Nou, minstens 12. Daar gaan we voor. 11. Ja. Pas. Roxanne's kaarten liggen niet naar haar zin op tafel. Maar ze moet het ermee doen. Open. Hoe hebben jullie gereld? Jij alle 9 en 10 en ik zei de 5. Open. We hebben alleen de plusjes en de kiertjes gedaan qua kleur. Serieus? Ja. Oh. Open. En open. Laten we de topscore van Thomas maar even vergeten en naar beneden kijken. Dat is het. Als Roxanne uit de gevarenzone wil blijven, moet ze boven Fabian eindigen. En Fabian eindigde op 102. Ik denk niet dat ze hier heel veel tijd voor nodig hebben, of wel? Ze zijn aan het tellen. Ik kan niet zo supersnel rekenen, maar ik denk dat Roxanne zich ongerust moet maken. Ja, ik ben gewoon de lul. De winnaar van Hidden Formula is Thomas. Hij ontvangt 2 Rings of Life, 3 G-coins en nog een envelop met een extra hint over de Ring of Immortality. Roxanne, jij bent de verliezer en gaat naar de deathmatch. Thomas, je mag 1 Ring of Life weggeven. Het is dankzij een aantal van jouw kaarten die we hebben geruild dat ik heb kunnen winnen. Dus ik wil hem aan jou geven. Kijk, dank je wel. We hadden het niet afgesproken. Dat was heel stom van mij. Maar we hebben natuurlijk geen coins besproken. Maar ik zou het wel heel aardig vinden als ik ook 1 coin krijg. Oh maar mijn dat is god. Goed. Oh, is mijn god. Nog. We hebben iemand hier die G-coins. Nee, ik had het gewoon echt vergeten. Maar we hebben het andersom wel een keer besproken. Dat was niet zo slim van mij. Oh, Fabian. Doe dat niet. En niet op dat moment. Je zet je zo te kijken in de groep, denk ik. Ik voelde me ook wel echt een beetje belazerd. Want als je een bondje sluit, ga ik er wel een beetje vanuit dat je van goede aard bent. Dat je een goede intentie hebt om samen te werken. Roxanne, wie daag jij uit om tegen te strijden in de deathmatch? En het spijt me, Frida, dat we het vandaag heel gezellig hebben gehad. Nee, ik maak een grapje. Ik kies Annemarie. Jezus! Ik denk, ja, dat is grappig. Dus je ziet Frida ook kijken van, wat flik je me nu? Nee, slechte timing. Ging mee snel. Nee, jij had nog geen spel gespeeld, dus ik denk... Wordt leuk. Ja, wordt spannend, ja. De deathmatch van vandaag is black and white. Beide spelers ontvangen 9 tegels, genummerd van 0 tot 8. De 9 tegels zijn onderverdeeld in de kleuren zwart en wit. 0 en de even nummers 2, 4, 6 en 8 staan op de zwarte tegels. De oneven nummers 1, 3, 5 en 7 staan op de witte tegels. De spelers leggen in 9 rondes telkens 1 van hun nummers neer. De speler met het hoogste nummer wint de ronde. Bij gelijke nummers verandert er niets aan de stand. De speler die start kiest een tegel en legt deze met het nummer naar beneden voor de dealer neer. Hierna doet de tegenstander hetzelfde. Alleen de dealers weten welke nummers dit zijn. Een gewonnen ronde
levert 1 punt op. Tijdens de gehele match krijg je nooit de tegels en dus de nummers die je tegenstander heeft neergelegd te zien. Door goed op de kleuren van de gebruikte tegels te letten en te onthouden welke getallen je zelf speelde, kun je afleiden welke tegels je tegenstander nog over heeft. De speler die na de laatste ronde de meeste punten heeft, wint de deathmatch. De verliezer wordt vandaag geëlimineerd. Bereid je voor om te beginnen aan deze deathmatch. Ik vind de deathmatch best wel eng, want er staan allemaal zwart-witte stenen op tafel. En wie heeft toevallig superveel ervaring met zwart-wit? Ja, dat is onze schaakkoningin, Annemaja. Wat een topkeuze heb ik gemaakt. Jij mag als eerste schudden als jij even om wilt draaien. Roxanne en Annemaja krijgen de tijd om hun tegels te verplaatsen, zodat ze niet meer van 0 tot 8 op een rijtje staan. Roxanne, je mag de eerste steen leggen. Okay. Ik wilde die 0 gelijk kwijt. Gewoon best voor mee. Oh, ze wilde de 1 pakken. Oh, dat was, had ze dat gedaan? Zag je dat? Ze wilde de 1 pakken. Punt voor Annemaja. Het staat 1-0 voor jou. Een punt, maar wel zonde van mijn 4. Oké. Dat is goeie. Punt voor Annemaja. Het staat 2-0. Ja, gelijk 2-0 achter. Maar ja, boeien. Ik moet gewoon door. Ik zou een 6 zetten. Ja, ze luistert. Waarom is het goed? Omdat ik denk dat Roxanne een klein beetje omhoog gaat nu. Ik denk niet dat Roxanne een hele lage neerzet, want ze wil winnen. Dus ik denk dat ze nu ook of een 6 of een 5 doet. Een 7. Oké. Punt voor Roxanne. Kijk, en zo kom je dus terug. Zij weet niet dat dit een 7 is. Ja, dat weet ze nu. Ja. De enige witte tegel die over mijn 6 kan, is een 7. Het is gelijk. 2-1 voor Annemaja. Dat had ik niet verwacht. Ben ik wel slim eigenlijk. Ik vind het niet slecht hoor. Nee, ik vind het geen slechte set. Je ziet Annemaja, dat is gewoon dat ik denk, oh shit. Oh shit, zij weet precies wat ze doet. Ik zat het helemaal weg te strepen in mijn hoofd ook. Punt voor Annemaja. Het staat 3-1. Dit gaat fout. Ik zou direct met 0 spelen. Nee. Oh, als Roxy een 2 speelt. Roxy gaat op de 8 spelen, denk ik. Oh, oh, oh. Punt voor Annemaja. Volgens mij is het klaar nu, toch? Het staat 4-1. Nog 3, toch? Die kunnen voor mij zijn. Maar nee, ze kan nog een gelijkspel. Ja. Nee, zijn nog 3. Sorry, zijn nog, sorry. Foutje, foutje. Een 1. Ja, oh, dat is goed gedaan. Ja. Oh, dat doet ze goed. Ja, ja. Punt voor Roxanne. Het staat 4-2. Zij is waarschijnlijk heel slim. En als ik me misschien gewoon heel simpel ga denken, dan komt het misschien goed. Punt voor Roxanne. Het staat 4-3. Ik ben bang dat ze precies weet wat ik op de tafel heb staan. En ik weet niet wat zij op haar tafel heeft staan. Dus ja, killing. Ik weet dat zij een 5 heeft, ik heb een 7. En ik zat daar zo van, ja, het is klaar. Even terug. Annemaja weet dat de witte tegel die hoger was dan haar zwarte 6... alleen maar een 7 kan zijn geweest. Punt voor Annemaja. Je hebt de deathmatch gewonnen. Oké, gelukkig. Ik kan echt niet meer op mijn voeten staan. Oh, dat was echt zenuwslopend.
Ik vind het jammer dat ik eruit lig. Het voelt heel erg pijnlijk. Ik vond dit echt een heel leuk avontuur. Ze is ver gekomen met haar manier van spelen. En ja, het is wel het moment nu om te gaan, denk ik. Roxanne is vandaag geëlimineerd. Ja, spelers. Nu zijn jullie nog maar met z'n zessen over. Wie moet volgende week mijn spel verlaten? Wie heeft er stalen zenuwen en weet zich nog langer staande te houden in The Genius? Volgende week spelen we The Diamond Dilemma. En daarin staan de spelers voor een keuze. Spelen ze voor hun team of voor zichzelf? Als jullie geen afspraken maken over Wis, dan kunnen die natuurlijk haar best naaien. Fabian vind ik een rat en ratten zijn niet te vertrouwen. The Ring of Immortality is gevonden. Ik had een beetje vermoeden, Thomas is mensen aan het naaien. Ik ben echt geïrriteerd omdat je iedere keer iemand afschildert terwijl jij gewoon de rat bent in het spel. NTR. Speciaal voor iedereen.